gerationaliseerd dat we hebben onze helm aan. Dus dat betekent maar één ding, dat we gaan fietsen. Eigenlijk ja, niet echt heel ver gaan fietsen of zo, maar gewoon fietsen. Dat wel. Zo. Ja, we zijn buiten. Pick up alle. Kort gaan we naar koerspakken ook aangedaan. Ik dacht, ik heb wel geen broekje van de koers of zo, maar wel een t-shirtje. Wat van aard, dat is dat niet was. Het geld rijden, zo oud is dat al. Dus, ik zie het ook, het is echt oud. Dus, koers wel heel, allee, ik ben wel iemand die heel graag fietst. Iemand die, ja. Dingen gaan bekijken. Dus vandaag gaan we gewoon rustig fietsen. Wat spanning. Het wordt wel donker, maar ik heb er niet veel aangezien op de fiets, dus we kunnen normaal zien wel. We rijden eigenlijk tot aan de markt en terug. Eigenlijk. Dus dat gaan we doen eigenlijk. Meer ook niet. Dus we zien het wel waar we uitkomen. Er liggen veel plassen zitten dat het geregend heeft. Even te zien. Hier rijden we nog zo'n paar zitten. Ik sta juist aan de blokken en dat is wel goed om te fietsen. Dus gaan we de camera wel even uitzetten omdat we dan aan een druk punt komen. We moeten ons wel concentreren. Dat we eigenlijk fiets ik elke dag een beetje mijn ronde van Vlaanderen. Elke dag een beetje meer de ronde van Vlaanderen. Nu gaan we daar fietsen, maar ik ga de camera even in mijn zak steken. Dus we passeren hier eigenlijk aan de mooiste kerk. Die iedereen wel kent als je een station binnenrijdt. Of je zijn er bijna. Dat het station is dat je weet. We zijn bijna in het laatste. Ja,
we de markt. En wij gaan hier in. Hier zijn. Wandelen. Je hebt echt een hele mooie boom staan. Dat is echt, vind ik, persoonlijk, die is echt een bloei. Zo van de lente is er aan te komen. Dat we zo kou hebben gehad. Komt de lente eraan. Ik zie dat bus 1 niet stopte. Dat is ook nieuw. Alles veranderd. Er is bijna niemand op de baan. En dat is de boom. Ruiken gewoon weg. Dat is de boom. Prachtig. Deze boom wordt weer kunnen meenemen in september. Naar de feest. Zo, dat kost hem hoofd en hier ook. Ik hoop dat we dat weer kunnen doen. Dat is altijd heel leuk. Ja, ik dacht er nu een keer aan. Als ik kom aan deze omgeving, dan denk ik daar echt automatisch aan, ook in maart. Dus toen we de zondag op de markt hebben gestaan, die vlog hebben jullie zo goed als gezien. Dat is natuurlijk ook veel met de gsm. Maar wel heel speciaal eigenlijk. Waarom hebben we die toen anders geërgd dan normaal? Echt die met een generiek en alles. Dat was omdat toen het probleem was dat ik geen lader had voor de pc op te laden. En daardoor kon ik geen generiek op plaatsen. Maar dat komt allemaal goed. We gaan een heel mooi gebouw. Kijk. Dat gebouw heb ik al vaak gezien. En nu ga ik richting huiswaarts. Het is echt wel... ik had er een muts moeten opzetten, maar ik heb er niet aan gedacht om een muts op te zetten. Dat gaat ook niet gemakkelijk met die helm. Dus dat is het enigste probleem dat er is. Dat het niet gemakkelijk gaat met de helm. Zo. Dan gaan we richting huiswaarts. Daar nog wat vlog starten. Pakka Bolstar. Hallo. Alles goed, maat? Ja. Dus je ziet het, hè. Wordt heel vaak herkend. Dat is gewoon zo. Dat is niet normaal. Dat is echt iets dat in die klas leeft. Ook in Antwerpen trouwens. Overal waar ik kom. Maar ik vind dat wel leuk, omdat je dan met de fans ook iets terug kunt doen eigenlijk. Dus je kunt de fans dan terug. Ja, je kunt hier de fans zijn van kijk. Ik heb jullie graag. Dus als je mij ziet, aarzel niet om een foto te vragen. Mijn oma is daar wel direct erin, die vraagt direct van moet ik op de foto. Maar ik ben niet zo'n persoon natuurlijk, dat moet je zelf kiezen. Mijn oma is daar wel direct. Als je vanaf dat je post roept, dat hij zegt dan, hey, wil ik op de foto of zo. Dus dat is wel grapig eigenlijk. We gaan nu een stukje te voet, maar het is een klein autosje. Ik kom hier niet zo heel veel eigenlijk. Maar als ik hier kom, is het altijd feest. Binnenkort ga ik met mijn oma nog eens een keertje naar Antwerpen. Ik heb daar trouwens een video van gemaakt en ik vond eigenlijk wel grappig hoeveel mensen dat er eigenlijk reageerden. Ik heb ook wel geschreven van, wel grappig eigenlijk. Dat veel mensen schreven op het begin dan Plopsaland.
mensen die dan eigenlijk gewoon ja, dingen schreven die eigenlijk onmogelijk waren. Maar we gaan dus binnenkort naar Plopsaland in Antwerpen. Dus alle tips. Maar ik vind het leuk om zo dingen te creëren en te maken. Dus veel mensen denken, ah, die loopt de camera rond. Maar eigenlijk valt het nog best mee. Op zich. Soms weet ik ook niet meer wat ik kan vloggen of wat ik moet vloggen. Dus ja. Het is gewoon zo. Dus ja, we gaan even iets laten zien. Weet je, de fiets staat erop. Daar, als je kijkt, daar het bruine huisje daar zo. Dit huisje daar woonde vroeger mijn oma. Maar die hebben ze nu. Huisje daar. Daar woonde vroeger mijn oma, maar dat ziet er nu anders uit. Mijn oma woonde altijd in de buurt van de GB. Dat was eigenlijk altijd wel heel leuk. Gingen wij door dat poortje dat daar open staat, zo richting mijn oma. En als dan vredesfeesten waren of er waren evenementen op de markt, gingen we daar eten of we bleven daar slapen. En dat was eigenlijk altijd wel heel gemakkelijk eigenlijk. Dat mis ik nog wel het meest van allemaal eigenlijk. Het meest van allemaal dat ik dat mis van met mijn oma leuke dingen doen. Daar gaan wachten. Ja, dat mis ik het meest. Voor de rest valt het eigenlijk wel mee, maar dat zijn allemaal aanpassingen en zo dingen. Die moeten gebeuren. En dat is ook iets waar ik eigenlijk altijd terug denk. Dat zijn echt mooie herinneringen. Dat ja, was altijd, als ik in de buurt te doen was, gingen wij er altijd... gepasseerd is. Altijd naartoe en ook eten en zo. Ja, dat is een heel groot verhaal. En heel veel mensen kennen mijn oma haar huis. Heel veel mensen, mijn oma had een textielwinkel, dus ja, de textielwinkel kent iedereen op de Kokkelbeek. 59. Dus ja, ik zou eens graag zo mensen willen aanhoren die mijn oma hebben gekend, die alles weten van een textielwinkeltje en zo. Die daar kunnen over praten en zo. En die mensen ook wel eens een keertje graag een verhaal laten doen. Zo. Mijn oma heeft het ooit willen vertellen, maar heeft toen de kans niet gekregen. En mijn moeder die heeft ook de kans niet gekregen om het ooit te vertellen. Dus ja. Maar we gaan nu even dus op de fiets springen. En dan gaan we richting huis waard. Naar de psycholoog. Dat is belangrijk om dat ook wel vaak te vernoemen, want veel mensen vinden dat dat cool, de psycholoog. Maar ik vind van niet, ik vind gewoon dat ik en gesproken moet worden. Dat is ook wel gewoon om mensen te helpen, ook een beroep te denken aan mij. Dus mensen naar het ziekenhuis gaan, dan is dat geen probleem. Maar de psycholoog. Driejarige van de dag. 3 jaar wordt ze. Zo. Zie hem daar, Illy.
Ik heb eigenlijk wel iets te vragen voor jullie. Misschien weten jullie dat wel. Ik had op het internet, is voor de grap ingedrukt, een trimmer voor een konijn. Maar blijkbaar is dat jaarlijks nodig voor te trimmen. Ik had er nog nooit iets van gehoord eigenlijk. Maar nu vraag ik me eigenlijk wel af van... Er zijn niet zoveel mensen die dat doen, hè. Dus hoe doe je dat dan? Dus daar was ik eigenlijk mee bezig aan het nadenken eigenlijk. Van, ja... Wat en hoe. Dus als je daar informatie over hebt, laat het even weten. Want ja, ik woon hier wel in België. Nederland, daar is dat blijkbaar mode om een konijn naar een trimsalon te brengen. Maar hier in België nog niet. Ja, en om dat zelf te doen, dat vind ik ook niet zin. Dus iemand die daar een idee van heeft, hoe het eigenlijk in elkaar zit, ja, laat dat even weten. Want ik wil het wel zeker weten hoe het in elkaar zit en zo van dingen allemaal. Dus... show het hieronder, want dat is wel belangrijk, want is dat de konijn hier terug buiten. De konijntje hier terug buiten. Ja, het heeft zwaar geregend. Hoe zit het eigenlijk met onze dingen dat we gezaaid hebben? Is het daar volgens mij? Mm-hmm.